Europese aanpak tegenover de nationale aanpak. Kijk naar de euro. Laat ons even de hypothese hanteren dat er geen euro waren geweest. Dat wij nog een gulden hadden en u nog een frank. De Belgische frank en dan de lire bijvoorbeeld, om die maar even te citeren. Dan was het zeker dat we een aantal devaluaties hadden gekend. Welke zijn dus de landen die in moeilijkheden zijn gekomen de voorbije weken en de voorbije maanden? Hongarije niet in de euro, Roemenië ook niet in de euro. Denemarken, Zweden, waar men de euro had afgewezen. Dus al die landen die zijn vandaag bijna vragende partij om toe te treden. Ja. Dus de euro is een voorbeeld van een goede aanpak. We hebben geen monetaire schok over gehad met deze financiële crisis. De monetaire unie. Ik heb namelijk geprobeerd in het boek van even te kijken, die financiële crisis die we nu meemaken, zou dat een breuk kunnen zijn in de geschiedenis? En ik denk dat het een breuk is in de geschiedenis in die zin dat we definitief de unipolaire wereld door de VS die alles beheerste achter ons hebben en dat we naar een multipolaire wereld aan het evolueren zijn. Met verschillende machten. Met verschillende machten. China, Indië, uiteraard Rusland, de VS. En dan is de vraag, zeker met die financiële crisis die dat nog gaat versnellen in de toekomst, en dan is de vraag natuurlijk, zijn wij in staat met Europa om een rol te spelen binnen die multipolaire wereld? Nou, niet. Te gebeuren. Volgens mij kan er nooit een buitenlands beleid van Europa komen, tenzij je bijvoorbeeld een Europees leger zou hebben. Als je één Europees leger zou hebben of één Europese diplomatie, dan zou je verplicht zijn van samen te gaan bepalen wat doen we met dat leger, met die militairen. Wie stuurt Zetten dat we die aan op terrein of niet? Wie zou dat leger aansturen in uw idee dan? Nou, je hebt vandaag een Solane die verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid. En je zou dat door de Europese Raad kunnen laten doen. Maar het feit dat het er niet is, ondanks het feit dat in elke eurobarometer, men kan nog zo euroceptisch zijn, de burger wel vraagt dat er een Europees leger zou komen. Zelfs in Groot-Brittannië, als er daar een eurobarometer verschijnt, dan is er een meerderheid van de Britten voor een Europees leger. Ja, omdat ze hopen dat het Europese leger hen te hulp zou komen. Maar ik denk dat we aan de Britten toch niet te veel moeten lessen leren wat het wat leger en militaire zaken betreft. Hoe lang bent u? Dat hebben we dankzij die twee politieke figuren. En dat ontbreekt vandaag. Je vindt vandaag geen, in die uitgebreide Unie van 27 lidstaten, geen tandem meer die dat vooruit helpt. En ik denk dat veel te maken heeft ook met de Duitse hereniging. Want sinds Duitsland herenigd is, is eigenlijk ook Duitsland niet meer de voortrekkersrol aan het spelen in Europa. Vroeger hadden zij iets goed te maken met het verleden en speelden ze eigenlijk de pro-Europese kaarten. Dat is vandaag absoluut niet meer het geval. Die tandem heet misschien wel gewoon Nicolas Sarkozy. Dat is Nicolas Sarkozy. Ja. Of desnoods Bruni, maar in elk geval hij is de man die namens Europa de afgelopen maanden enorm prominent naar buiten is gekomen. Juist, en dat is ook op zichzelf goed. Alleen moeten dan in de komende jaren ook nog structuren opvolgen. Want het is natuurlijk niet alleen met enkele toppen te organiseren dat je er komt. Er zal een stap voorwaarts moeten worden gezet in de Europese Unie. En ik denk, ik heb er enkele opgesomd, Europees leger, een ander voorbeeld misschien, afschaffen van de unanimiteitsregel. Hoe kan je iets laten werken waar iedereen moet mee akkoord zijn? Nu 27, morgen als de Balkanlanden erbij komen, dat zal gebeuren. Servië, Kroatië, meer dan 30. Hoe kan je dan met een unanimiteitsregel de Unie nog besturen? Dus ik denk dat we hoe dan ook, er zijn sommige mensen die hopen, oké, de institutionele discussie over Europa is voorbij, we praten er niet meer over, dat we er in de komende jaren zullen moeten over praten. Nou ja, dus,